im Hoofd. Nou dames en heren, vandaag gaan wij de Sims spelen. Ik heb een Sims op jullie ook en we gaan weer lekker spelen. We schakelen even over naar het beeldscherm. Nou, ik ben net wakker weer naar mijn slaap. Oeps, ik weet niet wat hij nou gaat doen. Oh ja, hij is uitgehongerd. Nou, gaan we even laten eten. Ik laat de tijd ook iets sneller lopen, want ja, hij kan zelf gelukkig eten. Een mooie eetkamer. Hoppa, hij is weer blij. Nou, dan gaan we. Eigenlijk is gewoon weer het doel om gewoon een leuk vinden en dit te regelen. Oh ja, opa. Ja, ik zie weer iemand. Is dit? Dit is een man. Laat maar zitten. Sorry jongens dat ik af en toe nog eens een fout kan maken qua man of vrouw. En dat zie je op zo'n afstand ook niet. Oh, dit is een tiger. Ja, nee, dat hebben we niet. Oh, deze is wel leuk. Dit lijkt me wel leuk, iemand. Yes, okay. Who's got dream? That's what I'm for. Yakima Brood. Play Yom Zeruga. Can I? Who is that? Who's this one? Kut, ze lopen weg. Oh. Hallo? Waarom lopen ze weg? Nee, en een oprecht compliment geven, dat lijkt me ook wel leuk. Ik denk dat het wel goed is voor de relatie. Misschien wordt het nog wel leuk. Aflin Wadida. See why. Ah, Maypik Yimbara. Ah, Clarzen. Nuyapanoi. Ah, Baba Day. Yep, Lamar. A baby? Believe apple. Make a core cool. Top of wheezy, huh? Conceal, shaleed, passion, the bomba. Terrible, terrible, nah. Kirasha, Yabasani. Ibarra? Welcome, with Tom. Oh, wow. Bumble, bumble. Yep, of Mavel. Dit kan het nog eens worden. De handkussen. Nu gaan wij gewoon mee verder. Kijk, ze is ook vlug terug. Stroom, stroom, stroom. Kaarsje, kaarsje. Naga! Ninja Fibna. Shiba. Boom, Maki. Phenomenal ABC. Oh, Prita. Wasson X. Thelma! Yeah. Liefde, Belvedor Aga. Sway! Koepel. Snurts with Pampa. Eerste kus, we beginnen gewoon rustig. Yaba, thanks, Apenois.
Oeh, nu kunnen we... Je kunt gewoon aan de slag. Yes. Zijn relatie. Zijn we gewoon een relatie, jongens. Kan dat nu? Zo, we gaan proberen of we nog iets proberen te krijgen. What to say? Hey. De kans is dat hij die niet gelijk pakt. Kan hem niet meenemen naar huis? Snelle relatie, jongens, echt op dag 1 al. Oh, wacht, ik kan die mensen ook gewoon echt naartoe sturen om te kletsen. Kijk, en wat nou als ik gewoon zeg, ik doe het hier. Wat gaan ze nou doen dan? Oké, ze gaan nu gewoon dat ik mijn huis in. Liberty. Ik heb al de kinderkamer. Oh, what a noise.
zijn allemaal vaak kletsen op het programma. Oh, ik kan niet echt niet zo'n kant van het bed toewijzen. Kijk, weet je wat? Dat we het gewoon eerst rustig doen. En nu gewoon. Ze doen ook niet wat ik wil. Goede stemming. Ingericht. Nieuwe partner. Zinnige plagerij. Eerste kus. Kijk, hij moet even plassen. Dat is het, denk ik. Kijk, en nu kunnen ze gewoon wel meer dingen doen. Denk ik, ja. Wat is het? Ze doen letterlijk niks. What to say? Z. Oh, even eten aan het koken. Dat moet ook gebeuren. Uitnodig om te blijven slapen. Oké, dat is stap 1, jongen. Denk ik. Kijk, nu vind ik het een goed moment. Oh, ik ga wel heel graag een kindje proberen te maken, maar ja, moet toch gedaan worden. Even een celtrap. Oh, die andere die is, ja. Een van hen heeft er niet zoveel zin in. Ik zal niet slapen. Zij slapen op de grond.
Wat zou je nou weer doen dan? Die relatie is toch niet uit? Nou, ja, waarschijnlijk moet ik straks even bellen. Ik stel voor dat wij kind in hart en nieren op een huis spreid. Even bellen, denk ik. Ontslag nemen gaan we sowieso. Zo, geen carrière meer. Ze hebben helemaal geen baan meer. Ook niet meer nodig. Die heeft gewoon in die computer. Liefde. Gaat nou letterlijk? Is dit serieus? Holy shit. Weet hem toch. Nog een kindje proberen te maken. Rustig. Even kijken, haal de kaas tevoorschijn, maar... Zie je wel? Oh nee! Ben je geprobeerd te maken? Ze had toch geen zin in. Oh, rustig. Liefde aan doen we doen. Kijk, onmiddellijk vraag om te trouwen. Still.
Lonnie. Zeg trouwens. Oké, zeker. Kom maar gezellig hoor. Gewoon die zus straks. Yes to me, I have a son. From Karl Musti. Kan zij niet ontslag nemen, hoor. Ontslag nemen, vind ik. Zo. Een kindje maken met Chris. Kijk, er moet sowieso nog een slaapkamer gekocht worden. Aangezien, ja, er te weinig bedruimte is. Ik zal even te denken voor een slaapkamer. In ieder geval gewoon iets basic. En dan hop. En dan hop, klaar. En dan denk ik dat. Was getrouwd, verloofd, nieuwe vriendschap, speciale zin. Nog een kindje. Nog een kind komen. Oké, ik denk ik kan het bed toewijzen aan. Wat een kick. De adrenaline boost van tafel is even goed gevoel. Moet jij ook een waanzinnig gespierde armen? Ja. Ik heb nog eentje. Is niet echt vruchtbaar of zo. Oh, ze moet eigenlijk eerst naar de wc. Ups, ze zit in een bad. Eigenlijk moet iedereen even gaan slapen, maar.
Dit is dus voor ze klaar met slapen. En dan wordt zij maar wakker. Misschien komt er straks toch nog een kind. Meestal zie je dat hier rechts onderin of zo, dat er nog een kind komt. Gewoon net zo lang duurt tot ik een kind krijg. Het eerste duurt altijd het langst, volgens mij. Maar ja. Dan ligt ze weer. Met z'n tweetjes. Nou. Ja, ik denk dat deze video zo'n beetje op zijn einde is gekomen, want het is nog niet gelukt. Ze hebben een relatie getrouwd. Eigenlijk is dat wel een hele grote stap. Hopelijk de volgende video is in verwachting. Tenminste, we gaan net zo lang door. Want ja, ze moet wel in verwachting komen. Ik zeg tot volgende week. Later. Oh, it is Christmas. Vond je het video leuk? Mag je filmen op de luisteren? Abonneer op de kanaal voor Twitter, Facebook, Instagram, Twitter en TikTok. Maar op Instagram, Chris Roos. Ik druk op een belletje, laat ook je reactie achter. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe Sims aflevering. Tot volgende week. Later.